Hallo Kreeft, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Midi en Buddy Advies op Facebook. Dit is de nieuwe format van de legging die ik ga doen als ik niet live ga. En er zullen ook wel andere soort leggingen komen in de dichtbijzijnde toekomst misschien. Maar dit is makkelijker voor mij en misschien ook wel makkelijker voor jou om te begrijpen waar ik het over heb, in plaats van dat ik ze in mijn handen neem en dat ik ze één voor één laat zien, want dan zie je niet hoe het in elkaar stroomt. Oké? Okay? Dit zijn de kaarten voor maandag, woensdag de kroonkaart van de week, vrijdag en zaterdag en zondag. Dit zijn de verduidelijkingskaarten van elke kaart die daarboven ligt. En dit zijn de themakaarten. Oké, okay. Bericht van de engelen en een bericht van de genezing van de engelen. Oké, okay. Dit is jullie lezing van de 10e tot de 16e juni. Op maandag krijgen jullie bericht misschien van een jong mens dat een vuurteken is, want het is de staven, de knecht van staven. Dat is een boogschutter, een ram of een leeuw. Misschien kan het wel een kind van je zijn, of een neefje, of een nichtje, of een vreemde. Het hoeft natuurlijk niet jong te zijn, maar dat is wel waar we min of meer van uitgaan als deze kaart naar boven komt. Op woensdag, dat is de kaart die je week kroont, heb je de 8 van staven. De 8 van staven wil zeggen dat je op vakantie gaat of gaat reizen, maar je krijgt zeker bericht via satelliet. Dat kan telefoon, e-mail, sms zijn of WhatsApp. Of alles wat door de lucht gaat. Het zal ook heel vlug nieuws zijn, omdat die staven allemaal zo vlug door de lucht vliegen. En op vrijdag heb je de 4 van pentakels. Hou jij je geld vast? Of ben je te gul geweest? Dan is dit een waarschuwing om je portemonnee dicht te houden. Of zuiniger te zijn met je centjes. Ben je niet zuinig geweest en hou je geld vast, dan wees wat makkelijker met het geld los te laten. Je ziet hier dat deze man, die houdt zijn geld voor zijn borst. Zo zijn hart en zijn emotionele chakra, die zijn afgesloten. Laat een beetje los. Dit is niet alleen maar met geld te maken, maar ook met aardse dingen, zoals werk. Heb jij te veel gewerkt, werk je te veel overtijd. Laat het een beetje los, oké? Okay? En open je hart en je emoties tot andere dingen. Weet, het is moeilijker. Ik zou ook zeggen, kijk even naar de Engelsen, want misschien heb ik hier iets uitgelaten, oké? Okay? Zo, wees meer flexibel, want de munten die staan voor vruchtbaarheid, geboorte, groei en bloei. Als jij te veel vasthoudt aan emoties bijvoorbeeld, dan kan je niet groeien in je werk of je hobby. Dat zijn aardse dingen, dat is materieel, dat zijn duurzame dingen. Ook met investeren, als je te stagneert in investeren in je werk of je hobby's, dan komt het tot een stilstand, dan verlies je. Zo een gewaarschuwd mens telt voor 2. Op zaterdag en zondag heb je de 3 van pentakels. Jij hebt hard gewerkt, daarom zei ik al, kijk uit met jezelf af te sluiten en alleen maar te denken aan werk, werk, werk. Je krijgt de recognitie voor je werk, oké? Okay? Door het weekend. Op maandag, de verduidelijkingskaart, is de sleutel. De sleutel betekent dat je de sleutel hebt in je eigen hand. Wat ga je doen met dat bericht of nieuws dat je op maandag zal krijgen? Je kan natuurlijk de deur dicht doen op negativiteit, maar je kan ook de deur open doen naar positiviteit en verder gaan en de volgende stap krijgen, omdat je erkenning krijgt met het weekend. Zo. Je kan al beginnen te plannen wat je wilt. En natuurlijk op woensdag krijg je ook weer nieuws, maar er is iets wat je niet weet. Misschien vind je juist uit op woensdag wat je niet wist. Misschien ga je lesgeven
omdat dit wel carrière of werk georiënteerd is. Misschien heb jij je diploma gehaald, want het kan ook officieel zijn vanwege de officiële zegel. Misschien heb jij zo hard gewerkt en dat je erkenning krijgt en dat je je diploma gehaald hebt, dat je bericht krijgt, hier is je diploma. En jij gaat misschien een leraar worden of een verzorgende en jij gaat anderen leren, want het boek betekent leren. Misschien ga je naar een volgende studie, maar ik heb het gevoel dat je anderen gaat leren omdat er zoveel jonge mensen zijn. Ja? Je gaat jouw gaven overgeven of jouw talenten en wijsheid aan anderen die het niet weten. Want het boek betekent niet weten, kunnen geheimen zijn, maar het zal degelijk verduidelijkt worden op maandag of dinsdag, waardoor je verdere stappen kan nemen omdat je de sleutel in je eigen hand hebt. Op vrijdag heb je de doodskist en dat betekent dat je een beslissing hebt gemaakt met de informatie die je in het begin van de week en midden van de week hebt gekregen. En dat betekent dat je een fase af kan sluiten en een nieuw begin kan maken. Misschien een nieuwe baan. Zoals ik al zei, de munten liggen hier, twee munten en twee staven. De staven, actie betekent werk en munten betekent duurzaamheid en langere termijn. Zo misschien heb jij actie ondernomen en heb je vernomen dat je de baan gekregen hebt en dat het voor een lange tijd en duurzaam zal zijn voor jou. En dat is jouw nieuw begin. Het zal je waarschijnlijk ook meer geld op gaan leveren, zodat je ook weer een beetje los kan laten, open kan worden en soepeler kan zijn in je emoties en de manier van werken. Je hoeft niet zo krampachtig te zijn. In het weekend heb je dus de drie van pentakels. En mensen zien je dat je een harde werker bent. En dat je duurzaam bent. En dat je voor langere termijn aangenomen kan worden. Misschien is er, je hebt de beer hier. De beer betekent je staat je grond. Je verdedigt wat je lief is. En wat je passie is. Bam bam. Oké. Er is misschien iemand jaloers over jouw promotie of over jouw nieuw begin. Maak je geen zorgen, want er zijn altijd mensen om je heen die je kunnen helpen. Oké? Het geluk staat je ook bij. Dat is wat de beer ook betekent. Nou, voor de themakaart kreeft heb je hulpvaardige mensen. Maar jij kan ook hulp krijgen van mensen, maar jij kan ook hulp bieden aan anderen. Er is genoeg steun. Zo, is er iemand jaloers met jouw nieuw begin? Vraag dan voor hulp. Vraag voor meer informatie als je iets niet weet. Zo, dan kan je een beslissing nemen of een keus nemen om de deur open te doen of de deur dicht te doen. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden en ik hoop je te zien in de live sessie. Als je nieuw bent, kom dan in de live sessie en ervaar het zelf hoe gezellig en leuk het kan zijn. Het is niet alleen maar lezingen van kaarten en kaartjes trekken, maar er gaan ook discussies om. Zo, ik hoop dat je naar de chatroom komt, de theekamer, en dat je gezellig meedoet. En voor mijn trouwe volgers, ik zie jullie lekker weer in de theekamer. Hou je taai en wees gezegend.